Hoog tijd voor senioren om actief na te gaan denken over de toekomst, vindt Cosmo Almelo. En organiseert daarom aanstaande donderdagmiddag een bijeenkomst in de Schouw. Senioren moeten veel meer zelf aan zet komen in onze samenleving. Hoezo? We merken dat de, de, dat de vele veranderingen in, de, in onze samenleving ertoe leiden dat uh, de dingen niet gaan zoals senioren ze zelf wensen, zoals ze zelf Denken dat het gaat, we hebben te maken met een toenemend aantal senioren. We hebben te maken met, met ouderen die steeds ouder worden. En uh, dat betekent dat, ook, zeker gezien de ontgroening van de zorg, de ontgroening van de hele samenleving, wat betekent dat er steeds minder mensen zorg kunnen verlenen. Dat we naar de toekomst toe moeten kijken van hoe houden we onze zorg op peil. En dat kan beter, en dat kan alleen maar als ouderen ook zelf. Daarover nadenken en zelf in eigen netwerken zitten, waarin ze ook op elkaar kunnen leunen. En wat gaat eigenlijk de Cosmo daar nou aan doen? De Cosmo gaat deze uitlating, dit geluid aan de senioren laten horen, zodat ze precies zien dat dit ook echt nodig is. Dat het niet vanzelf goed gaat, zoals heel veel mensen denken. Ah, mijn lijf geen Polonaise. Het zal mijn tijd wel duren, denken ouderen nog wel, nog wel eens. En dat is maar de vraag of dat inderdaad zo is. Dus wij. Wij als Cosbo, of de Cosbo Almelo, willen dus dat senioren zich bewust worden van de, de vraagtekens die het oproept. Zelf ook wat gaan doen. Precies. Zelf gaan nadenken over hoe wil ik dan op een goede manier, op een fijne manier, oud worden. Wat heb ik daarvoor nodig? Als ik bepaalde dingen die ik heel graag doe niet meer kan doen, wat wil ik dan wel gaan doen? Dus, dus dit soort vragen, om daar eens over na te denken. En daar komt dan ook de vraag bij, woon ik op de juiste plek? Heb ik de juiste vrienden? Heb ik genoeg vrienden om samen mee de dingen te kunnen doen? Want in toenemende mate zul je de dingen niet meer alleen en niet meer alleen zelf kunnen. Dus het jezelf afvragen van hoe wil ik goed en gelukkig oud worden? Dat is een hele belangrijke vraag. Dat is, dat is een heel belangrijke vraag. Maar is, hebben we dan niet een gemeente, een, een bestuur dat voor ons zorgt? Jawel, maar niet vanzelf. We moeten, we moeten bijvoorbeeld nadenken over hoe wil ik wonen... En dan merken we, en dat merken merk ouderen ook, en die geluiden horen we ook, dat de woningen die ze graag zouden willen er, er niet zijn, niet voldoende zijn. Dus sta, moeten ze opsta opstaan en naar de woningbouwcorporaties, woningbouwverenigingen gaan. En ook naar een gemeente om te zeggen wat eigenlijk hun wensen zijn, zodat het beleid en de nieuwbouw daarop wordt afgestemd. Er zijn dus niet de juiste woningen. Dus als ze goud hier komen, willen senioren best verhuizen. Dus uh, je, je merkt in de gesprekken. Dat al heel snel het geluid is. Ja, maar die huizen zijn er niet. Of bijvoorbeeld zijn veel te duur. Dus je zult ook aan de financiële kant moeten kijken. Want dat start het jaar krijg je niet meer een hypotheek. Dus je zult moeten kijken hoe je het een en ander financiert. En uh, hoe, hoe giet uh, kostbaar dat in het vat? Uh, dit nagaan denken? Door senioren die vraag te stellen. En vervolgens, we zullen ook in de bijeenkomst donderdag het onderling over hebben. We gaan ook in de vragenlijst aan het einde van de bijeenkomst. Aan alle aanwezige vragen van, geef nou eens aan, waar liggen jouw keuzes, waar liggen jouw voorkeuren, waar liggen je wensen. En, en dat doen we op alle bijeenkomsten in de hele provincie. Inmiddels hebben we er een veertiental gehad. En al die vragenlijsten, al die antwoorden gaan we verwerken om tot duidelijke signalen te komen richting woningcoöperatie, richting gemeente, maar ook richting provincie en zelfs landelijk. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen, niet alleen senioren trouwens, iedereen is van harte welkom donderdagmiddag om twee uur in de schouw.